Hallo en hartelijk welkom. Fijn dat u kijkt. Deze video gaat over het verhuren van je eigen camper. Dat zit namelijk zo. Wij zijn onlangs benaderd door GoBoonie met de vraag of wij onze camper wel zouden willen verhuren. En GoBoonie is een organisatie die bemiddelt in het verhuren van campers tussen particulieren. Ja, voor ons is verhuren geen optie, domweg omdat wij continu op weg zijn met onze camper. Maar het onderwerp heeft wel onze interesse gewekt. Hoe aantrekkelijk is het eigenlijk om je camper te verhuren? En wat zijn de voordelen? Zijn er ook nadelen? Zijn er risico's? Om hierachter te komen hebben we contact gezocht met camperaars die al ervaring hebben in het verhuren van hun camper en die hun ervaringen ook aan ons wilden vertellen voor de camera. Maar we hebben onderweg ook huurders gevonden die we voor de camera konden krijgen. Hoe dan ook, het is een interessant onderwerp en misschien komt u na het kijken van deze video wel tot de conclusie dat verhuren ook voor u aantrekkelijk kan zijn. Veel plezier bij deze aflevering. Wist u dat campers gemiddeld 48 weken per jaar ongebruikt stilstaan? En de vaste lasten, ja, die gaan natuurlijk gewoon door. En die kosten die kunt u gemakkelijk terugverdienen door uw camper te verhuren in de periode dat u hem niet gebruikt. Dat klinkt goed, toch? Maar je eigen camper verhuren, hoe werkt dat eigenlijk? Als voorbeeld nemen we het bekende verhuurplatform GoBoonie. Het concept is eigenlijk heel simpel. Je meldt jezelf en je camper aan. Jij bepaalt zelf onder welke voorwaarden en aan wie je de camper wilt verhuren. En vervolgens maak je een advertentie aan met aantrekkelijke tekst en foto's. Als er een match is, dan kun je eventueel nadat je kennis hebt gemaakt met de huurder een huurovereenkomst opstellen. De gehele verhuuropbrengst die komt ten goede aan de verhuurder. De huurder die betaalt namelijk de huurprijs en de bijkomende kosten. Nou, natuurlijk willen wij weten hoe dit werkt in de praktijk en daarom hebben we hier afgesproken met camperaars die al ervaring hebben met het verhuren van hun eigen camper via GoBoonie. De reden dat wij de camper verhuren is eigenlijk een beetje een terugverdienmodel. We hebben vorig jaar bedacht samen van kom, we gaan een camperbusje kopen. En kunnen we er nog iets aan terugverdienen. Dus vandaar en dat andere mensen ook kunnen genieten van onze camper. Wij verhuren onze camper nu sinds juli vorig jaar en dat bevalt ons enorm goed. We zijn bij GoBoonie terechtgekomen omdat zij een dagverzekering aanbieden. En de gewone verzekering heeft dat niet. Hè. Dan mag je niet verhuren, dan mag je alleen lenen. Dus vandaar GoBoonie. Maar de gewone verzekering die loopt gewoon door volgens mij. En bij de dagverzekering wordt die extra goed verzekerd voor de dag voor de verhuurders. Ja, je eigen camperverzekering heeft ook een verzekering natuurlijk. Alleen je mag het wel aan iemand uitlenen, maar je mag je camper niet verhuren. En dat is het verschil. Ja. En de dagverzekering is daarbij handig, omdat je maar alleen voor de dag dat je verhuurt betaalt. Het verhuren van de camper, daar helpt GoBoonie heel goed mee, want de camper staat online. En jij kunt bepalen wanneer je hem kunt verhuren door middel van een agenda. En dan krijg je gewoon een aanvraag en dan ga je in gesprek met die mensen. En dan voel je even aan van, nou, liggen die mensen mij? En vaak gaat dat heel goed, want we hebben tot nu toe alleen maar superleuke mensen gehad. En zo ben je met hun in contact en dan nodig je ze uit om te komen wanneer zij geboekt hebben en de camping vrij is. En dan komen ze langs en dan bieden we ze nog een kopje koffie en dan geven we toertje door de camperbus en dan vul je samen wat papieren in en dan gaan ze op pad. Wat wij belangrijk vinden voor het, bij het verhuren van onze camper is eigenlijk dat de mensen onze kampeerbus respecteren zoals wij dat ook doen. Dus als je geniet ervan, vernielingen of anderzijds gebruik, ja, doen wij ook niet. Doe je het zelf met je eigen spullen ook niet. Dus ja, dat is wel iets wat we verwachten. Nou, wat bij ons werkt is vooral dat je hele goede foto's hebt. En het hoeft niet eens. Je ziet heel vaak foto's van ver af van de bus. Maar wij hebben juist foto's van details van de bus gemaakt. En we hebben een extra leuk proberen in te richten. Een beetje een vintage stijl. En wij merken dat heel erg mensen trekt. Met het verhuren van een camper hebben we nog helemaal geen nadelen ondervonden. Het is eigenlijk allemaal heel positief. Hele leuke mensen. Dus ja, eigenlijk super. Behalve dat we hem soms zelf missen. Ja, dat is waar. Om goed de camper te verhuren,
denk ik dat een goede tip is dat je medemenselijk overkomt. Dat je even een gesprekje maakt met de mensen. Dat je ze een kopje koffie aanbiedt. Dat je misschien, wij geven ze vaak een reep chocola waar we wat liefst op hebben geschreven. Een fijne reis. En ik denk dat dat heel goed werkt. Coboni is fijn om mee samen te werken, want zij regelen ontzettend veel voor ons. Een week van tevoren krijg je een mailtje van hun waarin je je papieren kunt uitprinten die je samen met de mensen doorneemt. Dat voelt gewoon heel veilig. Je hebt gewoon onderhoud. Dus, ja. En als je een camper als extra, zoals wij hem extra aanschaffen, ja, dan is het wel fijn dat je ook centjes hebt om het goed te onderhouden. Ja. Wij zijn onderweg mensen tegengekomen en die hebben voor het eerst een camper gehuurd via GoBoonie. En wij zijn natuurlijk enorm benieuwd hoe dat bevalt en hoe ze bij GoBoonie terecht zijn gekomen. Nou, heel toevallig. Ik was even aan het zoeken waar ik een camper zou kunnen huren. En googelde even, zoals iedereen dat doet. En ik kwam eigenlijk gelijk bij GoBoonie terecht. Nooit van gehoord. Ik denk, ja, klik eens even door. En toen zag ik een camper bij ons in de buurt. Dus ik denk, ja, dat is prima. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Nou, ik vind het camperen, de vrijheid wel heel, heel prettig. Ja, ja, en caravan heeft het voordeel dat je wat mobieler bent op de plaats zelf. Nu ben je er op een fiets aangewezen, maar ja, tot nu toe gaat dat prima. Nou, het contact verliep eigenlijk prima. In eerste instantie je kon vrij gericht zoeken op wat voor soort campers je wilde hebben. En een aantal zoekcriteria ingegeven. En toen kwam ik al vrij snel op de camper die wij wel graag wilden hebben. En ik vond het ook wel belangrijk dat hij niet in Noord-Groningen stond. Omdat ik dan natuurlijk ver moest rijden om dat ding op te halen. En het was mooi in de buurt. Dus dat ging op zich prima. In eerste instantie via GoBoonie weet je niet wie de verhuurder is. Maar de verhuurder die vroeg op een gegeven moment, zullen we even contact hebben? Toen hebben we elkaar gebeld en goed, de dingen afgestemd. En toen was het vrij snel geregeld. En GoBoonie doet eigenlijk het officiële en het inofficiële. Ja, als je nog even iets wil overleggen, kan je dat rechtstreeks op een gegeven moment doen met de verhuurder. Nou, tijdens het ophaalmoment hebben we een hele uitgebreide uitleg gekregen over alle apparaten. En er was ook een warm welkom door een lekker flesje wijn en wat pinda's en koekjes klaar te leggen voor tijdens onze reis. Dus dat is prima bevallen. Ik snap het ook wel dat sommige mensen het doen, want de camper is natuurlijk toch een kostbaar iets. En jaarlijks alle kosten, als je het bij elkaar telt, dan is het best wel een hoop geld. Ik denk dat we het misschien nog wel een keer doen, want we zijn aan het kijken of wij een camper zelf gaan kopen. Ik heb best wel veel over gelezen in camperboeken, maar het ervaren zelf gewoon met zo'n camper weggaan, dan ervaar je en dan weet je wat je wil en weet je ook wat je niet wil. Het is tot nu toe heel goed bevallen. Wij verhuren onze camper omdat wij toch proberen wat onkosten te reduceren door middel van verhuur. Omdat het onderhoud van de bus en de stalling, dat kost allemaal geld. En dat proberen wij door middel van verhuur een beetje terug te verdienen. Het is natuurlijk wel spannend om je eigen camper te verhuren. Omdat je natuurlijk nooit weet wat er precies gaat gebeuren of alles goed gaat. Maar over het algemeen zijn de ervaringen goed, positief. Wij zijn bij GoBoonie terechtgekomen in 2017 was dat volgens mij. Voordat wij onze camper hebben gekocht, wilden wij zelf een camper gaan huren. En door middel van googlen naar verschillende verhuurplatforms hebben wij GoBoonie ontdekt. Mensen die willen soms eerst komen kijken. Maar het kan ook zijn dat mensen gelijk een bepaalde periode boeken die vrij is in de kalender. Zonder dat we ook die mensen weer eens ontmoeten bijvoorbeeld. Wij vinden het belangrijk als wij onze camper verhuren dat mensen zich wel aan bepaalde afspraken houden. Zoals dat we niet meer dan twee volwassenen in onze camper willen. Er mag niet gerookt worden. Huisdieren liever niet. Nou, een goede tip voor iemand die zijn camper wil gaan verhuren is om van tevoren alle ins en outs van je camper goed vast te leggen. Op papier bijvoorbeeld of in een soort van handboek. Zodat de nieuwe huurders, de potentiële huurders, zich al kunnen inlezen in hoe alles reelt en zeilt in jullie camper. Soms ondervind je wat nadelen bij het verhuren van een camper.
Bijvoorbeeld dat de huurders terugkomen en blijkt dat ze het toilet niet hebben schoongemaakt. Terwijl wij daar toch heel duidelijk in het gastenboek hebben staan hoe dat gedaan moet worden. En dat je dan merkt dat ze dat niet hebben gedaan. Dat zijn ja, vervelende dingen. Dat andere mensen in ons bed slapen, dat is voor mij geen probleem. Ik heb daar eigenlijk geen moeite mee, nee. Goboni die bemiddelt wel eens wat sneller in het contact met de potentiële huurders. Eigenlijk sneller dan normaal gebruikelijk is door bijvoorbeeld toch een telefoonnummer of een e-mailadres wat eerder vrij te geven. Zodat het contact wat vlotter gaat. Helemaal met bijvoorbeeld boekingen die vrij last minute zijn. Dan wil je toch wat sneller communiceren met de huurders. En dan wil het nog wel eens gebeuren dat Goboni daar toch in bemiddelt. Wat wel grappig is om te vertellen misschien, is dat wij een keer via Goboni, want verhuren via meerdere platforms, maar via Goboni hebben we een keer Australische huurders gehad. Dat was eigenlijk best wel leuk. En die heb je ook in levende lijf ontmoet? Ja, die heb ik van het station gehaald hier in Enschede. En die wilde een tour door Europa doen. Ja, het blijft inderdaad toch altijd wel een beetje spannend als je de camper gaat verhuren. Je weet nooit natuurlijk precies hoe het gaat en vooral niet hoe het af gaat lopen. Mm-hmm. Maar als het contact tijdens de verhuurperiode er een beetje is en je hoort dat het goed gaat, dat de mensen het naar hun zin hebben, dan neemt die spanning ook wel af. Maar het blijft toch altijd wel een beetje eng om je bus zo mee te geven. Het geeft een fijn gevoel dat iemand anders een leuke vakantie heeft met onze camper. Want wij zijn best trots op onze camper. En ja, we vinden het gewoon een leuk idee dat andere mensen daar net zoveel plezier aan beleven. Ja. Ik moet zeggen dat het best interessant klinkt. En als je het verhuren ingewikkeld vindt, dan is het zelfs nog mogelijk om dat hele proces uit handen te geven via Get and Go. En dat gaat ook via Goboni. De risico's waar wij nogal sceptisch over waren, die zijn eigenlijk allemaal afgedekt. Dus je hoeft je nergens zorgen over te maken. Nou is het niet onze bedoeling om in deze video dit concept tot in detail uit te leggen. Maar we geven u als tip mee om het gratis e-book van Goboni eens aan te vragen. En daarin kunt u alles nalezen. Misschien is het wel iets voor u. We hebben trouwens met Goboni wel een tegenprestatie afgesproken in ruil voor deze video. De kijkers van ons kanaal die kunnen kiezen uit een gratis fotoshoot van de camper ter waarde van 100 euro of een cadeaubon van 50 euro van Obelink. En dit geldt als u de camper verhuurt via Goboni. Het cadeau dat ontvangt u als u de code CAMPERTV invult op het aanmeldscherm. Ik zet het ook allemaal nog even in de tekst bij deze video op YouTube. Tot zover deze aflevering. Hopelijk vond u het informatief. Geef even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en we zien u graag weer terug bij de volgende video. Tot ziens!